meen je niet. Serieus of wat? Kom aan, jongen, dat meen je niet. De fotograaf is ons foto's kwijtgespeeld. Wat? Lief? Ja. Hoe kan dat? Allee, hoe kan dat nou? Harde schijf gecrashed. Moffa. De dag van aan, toch? Amateur. Je pakt daar toch een backup van. Wat voor een artiest is dat nu? Ja. En nu? Moeten we dan gewoon terug een nieuwe fotoshoot doen of wat? Ja, terug opnieuw. Ik denk dat de enigste optie is. Maar ay, ik ga wel niet een die nemen. Ay, stel voor dat we een andere fotograaf. Ja, met zo'n professionele mens kunnen niet werken, hè? Een goede fotograaf vinden, dat moet toch wel lukken. Hè? Alleen, het is weer een heel tegenslag. Mensen lief, we zijn toch wel nog niet begonnen. Hè? Na de familiemeeting zoekt Mirjam wat troost in de winkel. En die vindt ze bij Karen, de verantwoordelijke voor de vogeltjesafdeling. Mooi al wel. Ja, nee, echt wel. Kom, echt wel van die Karen, echt wel niet. Help even mee met mij. Help even mee. Ja. En dan kunnen we de gedachten wat verzetten. Oké, dat is goed. Kom. We hebben hier heel wat vogeltjes zitten. Exoticus, kanaries, heel veel soorten kanaries, parkietjes, wat specialer parkietjes. Ik zoek eten van mijn kanarie, maar ik zou graag eens iets anders hebben, iets misschien iets beter. Ja, kunt u mij zo zelf? Ja. Deze bijvoorbeeld, hier zit griet. Hier zit griet en fruit zit hierbij in. Ja. Dan kun je dat eens proberen. Ja, en dat fruit en dat griet. Op wat slagen. Dat fruit, ja, dat weten misschien wel, dat lusten ze heel graag. En die griet is eigenlijk voor de maag. Dat is heel gezond voor de maag. Dat kan geen kwaad opnemen. Dat kan zeker geen kwaad, nee. Dat ik mijn kanariepit niet vergiftig heb. Nee, zeker niet. Eigenlijk moet elk vogeltje griet krijgen. Oké. Okay. Voilà. Dank u wel. Alsjeblieft, hè. Geef toch nog maar een zak, want die zijn die goed kan eten. Ja, ja. Zoals, hè. Alsjeblieft, ja. Dank u wel. Dat is hier onze Nozzie. Dat is Rosé Kakatoe. Die woont samen met Flippeke. Die heeft een grote volière gekregen. Hij komt niet overeen met Jaco op het bureau. Jaco woont op het bureau en Donossie woont in de winkel. Die zijn gelukkig, die doen het hier goed. Iets minder goed gaat het met dochterlief Audrey. Ook zij krijgt de tegenslag met de foto's maar moeilijk verwerkt en haalt wat uit bij Jaco. Ah, wel, Jacoke. Heb je het al gehoord? Hm? Nee? Weet je nu wat? Ze zijn onze foto's kwijt. Wat gaan we nu doen? Het is ook de bedoeling dat je de vogeltjes regelmatig loslaat vliegen. Want anders gaan ze verdikken. Je ziet dat niet dat een vogel te dik is. Maar de meeste kanaries bijvoorbeeld, die zijn echt wel te dik. En je kunt die perfect trainen dat die kunnen losvliegen in de woonkamer. En die leren dat wel kennen voor terug naar hun kooi te gaan. Ik heb thuis ook vogeltjes. Ja, ik hou heel veel van vogeltjes. Ik heb daar echt wel feeling mee. En ik vind dat heel leuk voor de afdeling, dat ik die onder mijn vleugels heb gekregen. Ik verzorg die graag. Ik zie dat graag dat die gezond zijn, als die gelukkig zijn. Ik vind dat heel leuk. Gaan we dat allemaal terug opnieuw moeten doen? Ja, hè? Maar jij vond dat plezant, hè? Ze hebben het al gezien. Ze zijn fabuleus met ons voeten aan het spelen, de dames. Ik denk dat ze een flikker zijn.